De komende tijd heeft het verkeer op dagen met opklaringen weer last van een laagstaande zon. Vooral in de ochtend- en de avondspits kan de zon zeer hinderlijk zijn. De laagstaande zon kan voor gevaarlijke verkeersomstandigheden zorgen. Wij hebben een paar tips. Onze belangrijkste tip is: hou je raam schoon aan de binnenkant. Condens en vuil zorgen ervoor dat zonlicht verstrooid of gebroken wordt. En daardoor kijk je vanuit de binnenkant tegen één grote lichte vlek. Vooral in een koude ochtend hebben sommige auto's moeite om het voorraam te ontwasemen. Ga je dan te snel rijden en je stuurt tegen de zon in, dan zie je helemaal niets meer. Geef de ventilatie daarom even de tijd om de condens te doen verdwijnen. Voor de buitenkant geldt: zorg dat er voldoende ruitenwisselvloeistof in het reservoir zit. Zeker in de wintermaanden, als er veel gestrooid wordt, gebruik je veel van die vloeistof en voor je het weet is het reservoir leeg. En natuurlijk, ook heel belangrijk, is een zonnebril in je auto. Zorg dat je die altijd bij je hebt. Een zonnebril met gepolariseerde glazen werkt het beste. En ook het zonnescherm aan de bovenzijde van je auto neemt natuurlijk de ergste zon weg. Gebruik dat ook. Rij ook met je dimlicht aan. Tegenliggers merken je ondanks een laagstaande zon toch sneller op als het licht aan is. En tot slot, wees bewust van het feit dat jij niet de enige bent die met een laagstaande zon rijdt. Heb jij bijvoorbeeld de zon in je spiegels, dus achter je, dan hebben al jouw tegenliggers last van de zon. Zorg ervoor dat je goed kan anticiperen op onverwachte verkeersomstandigheden. Veilige reis!